Het was koud, bitter koud. En er lag ijs in de jachthaven vrijdagavond. Een buitenkansje voor duikteam Twente van de brandweer. Voor training redden onder het ijs voor de duikers is maar zelden gelegenheid. Vanavond heeft u een tweetal duikers in het water actief gezien. We hebben dit speciaal georganiseerd voor vanavond in verband met de weersomstandigheden. Dus wij oefenen het hele jaar door. Dat is bijna wekelijks dat wij aan het oefenen zijn. We trainen dan op een tal van verschillende scenario's. En u begrijpt, hè, het is nu het vriest. Het ijs ligt er niet zo vaak. Dus als het er is, dan pakken wij de kans om een ijsduik te maken. En ons op daarop voor te bereiden als we duikers zijn. Dat heeft heel wat voeten in de aarde. Hè? Of laten we zeggen voeten in het ijs. Hè? Want dat is niet gewoon duiken. Nee, zeker niet. Er zijn een aantal andere procedures die van kracht zijn dan als wij normaal gaan duiken. En dan moet u vooral denken aan de veiligheid van ons eigen personeel. Hoeveel duikers zijn er meestal? Met een standaard procedure, met een uitdruk zijn we met 4 mensen. Daarbij is een persoon is duikploegleider. We hebben een chauffeur en assistent die verantwoordelijk is voor het materiaal. En dat was jij dus in dit geval? Ja, in dit geval was ik dat, inderdaad. En daarnaast hebben wij dan 2 duikers, waarvan wij onderscheid maken in een reddingsduiker en een veiligheidsduiker. Want waarom? Hoezo een reddingsduiker en een veiligheidsduiker? Wij zeggen reddingsduiken, dat is echt actief de duiker die de redding doet als er een noodsituatie is. Dan hebben wij een veiligheidsduiker. Stel als wij intern in onze ploeg de reddingsduiker vast komt te zitten onder het water, dan starten wij de noodprocedure, zo noemen wij dat. En dan zal de veiligheidsduiker zal te water gaan puur voor redding van de reddingsduiker. Ja. Hij zit dus terwijl de ene duiker aan het oefenen is in het water, hè, met een zaklantaarn, zag ik. Zaklantaarn is in dit geval zeker gewenst. En dat heeft ook te maken met stel dat onze reddingsduiker in nood komt. Dan is de procedure dat deze duiker zijn pak vol met luchtblaas en tegen de ijsoppervlakte aan gaat liggen. Waarmee die met een zaklamp tegen de ijsvloer aanschijnt. Middels deze zaklamp kunnen wij natuurlijk hem sneller terugvinden. Een echte beperkende factor is de lucht die ze bij zich hebben. Je kunt je voorstellen bij zware arbeid. Zoals we vanavond hebben gezien, hebben we 2 duikers actief in het water gezien. Waarbij de ene heeft rustig gezwommen en de andere heeft een gat proberen te maken met zijn mes in het ijs. En je ziet doordat hij die werkzaamheden doet, veel meer lucht verbruikt. En hij heeft wel waar 10 minuten gedoken. En hij was meer dan de helft van zijn lucht kwijt. En ons duikteam, dat is een mengelmoes tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Dus wij combineren dat. Jullie zijn duikteam Twente? Ja, zeker. Wij zijn duikteam Twente. Nou heb ik me ook laten vertellen dat wanneer er een incident gemeld wordt, dat er 2 duikteams weggaan. De 1 duikteam gaat uit. In Twente is het nog zo gesituationeerd dat wij een duikteam hebben, een locatie Almelo en een locatie Hengelo. Maar we zijn 1 duikteam en stel dat er een alarmering komt, dan gaan beide waterongevallen voertuigen worden gealarmeerd en gaan rijden. Ja. Zodat er zekerheid is wat eventueel redding betreft. Ja, zeker. Klopt. Nou, het was spectaculair om te zien. Nou, gelukkig maar. Mijn naam is Oertjette en ik ben de lijsttrekker van Lijstjette, lijst 14. We vinden ook een divers bestuur heel erg belangrijk. Samenleving moet zich gehoord voelen in de gemeenteraad van Almelo. 3 belangrijke punten waarin wij een verandering in wensen is het sociaal beleid, afvalbeleid, fysiek beleid. Daarmee bedoel ik een sociaal beleid dat wij na de decentralisaties heel veel taken op ons neer hebben gekregen. Dat er nog heel veel bureaucratische rompslomp is. Wachttijden van 8 weken bij de WMO. Kinderen en ouderen die door te veel bureaucratische rompslomp niet het zorg krijgen wat ze eigenlijk verdienen. Bij het afvalbeleid gaan wij voor het oud beleid. Dus 2 keer grijze container per maand. Om de 2 weken naar een grijze container. Want het begint nu wel een milieupark voor de huizen te worden. Een 4e container is op het komst. En wij ervaren dat de burgers van Almelo niet tevreden zijn met het huidige beleid. 51% van de burgers in Almelo willen terug naar oudere beleid, maar huidige politieke partijen geven daar geen gehoor aan en dat willen wij veranderen. Bij fysiek denken wij aan aanpak van de binnenstad, nogmaals, daar moeten wij in doorgaan, aanpak van de leegstand, maar ook andere delen van onze stad.
Wij hebben daar ook een motie voor ingediend. Wij vinden verkeersveiligheid bij Nieuwstraat een heel belangrijk punt. Leefbaarheid in Nieuwstraat brengen wij een heel erg belangrijk punt. Stationsomgeving, verpauperde gebouwen, wat niet representatief voor onze stad is. Daar moet er wat van gebeuren. De punten waarin ik het heb genoemd, afvalbeleid, is heel erg belangrijk. Daarin willen wij naar oud beleid terug. Aanpak van de problemen in het sociaal domein vinden wij heel erg belangrijk. Daar moet er wat van veranderen. En de leefbaarheid in de stad en in bepaalde wijken moet aangepakt worden. En dat moet veranderen. Dat zijn voor ons breekpunten. Anders zullen wij geen medewerking verlenen aan een nieuwe college. COSBO, de koepel van 3 oudere bonden in Almelo, organiseerde een debat met de politiek in het stadhuis. 11 partijen waren aanwezig. Afwezig VVD, Democraten Nu, Lijst Jetten en PVV. We hebben Albert Vondeling bereid gevonden dit debat te leiden. Albert zit hier op het hoekje. Hij zal u straks nader met u kennis maken. Albert is schrijver en communicatieadviseur. Doordat ouderen langer thuis wonen en vaker alleen wonen, is het aangaan van sociale contacten in de leefomgeving een belangrijke voorwaarde om eenzaamheid te voorkomen. Bestrijden van eenzaamheid, langer thuis en betere verpleegzorg zijn daarmee op het terrein van de ouderenzorg de 3 belangrijkste maatschappelijke opgaven waarvoor ik een aantal programma's zal starten. En de Raad heeft nu besloten dat de mantelzorg zal maatwerk worden. En ik denk dat dat een goede zaak is, want daar kunnen de ouderen van profiteren door maatwerktijd te krijgen. Nog 5 seconden. Nou, ik zou willen afsluiten dat ik hoop zelf dat ik niet van al die voorzieningen hoef gebruik te maken. De verschillende gemeenten. Ouderen kunnen dan een lening krijgen om de woningaanpassingen te kunnen doen. Volgens mij zit dat ook al in stelling 2. Maar daarnaast natuurlijk de openbare ruimte, alle gebouwen erop ingericht zijn dat mensen daar ook naartoe kunnen, dat het goed toegankelijk is. En dat is nu lang niet altijd het geval. U zegt het zelf al, 20%, dat is best een heel groot gedeelte van alle inwoners van Almelo. Dat zijn natuurlijk mensen die je serieus moet nemen, waar je naar moet luisteren. De ChristenUnie heeft ook in het programma staan dat wij willen luisteren naar de mensen in de stad. En daar horen de ouderen net zo goed bij. Geef aan wat je belangrijk vindt. Wij luisteren naar jullie en we proberen om in verband met door samenwerking ook... Dat is een heel belangrijk punt. Die kom je dadelijk tegen. Dus ik vind persoonlijk dat die stellingen wat heel veel op elkaar lijken, meer moeten gaan over de zorg. Want er zijn heel veel ouderen die echt heel erg in de problemen zitten. In de sfeer van de zorg hebben we gemerkt dat 2015 de overheid heeft gezorgd voor een prikkie bij de gemeente te raden te kunnen gaan. Dat lukt dus niet. De gemeente kan niet meer doen dan roepen. Het ouderenbeleid in Almelo zit niet vast in het gemeentebeleid. En ook niet allemaal tussen de oren van al die fracties. Hoewel ze allemaal wel heel meedenkend zijn, blijkt er toch wel behoefte te zijn dat wij mee gaan praten over het toekomstige beleid wat er gevormd gaat worden. En dat dat nodig is, denk ik wel, want er komen steeds meer ouderen in Almelo. Als u doelt op bijvoorbeeld levensbestendig wonen, de gemeente, de ambtenaren geven aan dat dat moeilijk op te leggen is aan de woningcorporaties. Maar het gaat ons erom dat als zij daar een beleid in vormen en duidelijk stellen waar ze staan, dan houden daar de partijen, en niet alleen de woningcorporaties, maar ook de nieuwbouw en ook de bestaande bewoners, kunnen daar dan rekening mee houden. Mijn naam is Wim Wijnreder, ik sta nummer 2 op de lijst van de PvdA. Het college meer luistert naar de burger, dat is heel belangrijk. De burgemeester wil ook de burgers leren kennen, dus ook dat hij daar naar gaat luisteren. De leerstand aanpakken, er is ons enorm veel leerstand in de gemeente Almelo. Het is niet leuk als je door de stad in loopt, je ziet de huur te koop. En het hele spul meer, dat is niet leuk. Je moet de stad aantrekkelijker maken. Je moet kleine boutiquejes, eetgelegenheden maken. Zodat de mensen ook in de stad gaan en niet alleen kunnen doorlopen. En zeggen van, oh, was het dit? Het is hier niks te beleven, omdat het alles leegstand is. En om die mensen in de stad te krijgen. Ja, zorg dat er gratis parkeren is. Liefst zo dicht mogelijk in de buurt van het centrum.
trek je nog veel meer mensen. Als je kijkt naar andere steden, dan lukt het ook. Waarom niet in Almelo? Dus je moet gewoon proberen. Komt een scheepvaart, kom meer toeristen. Hou ze ook hier. Dat ze niet naar een andere plaats ingaan. Dat ze hier in Almelo blijven, hier hun geld besteden. Waardoor iedereen profijt van heeft. En dat schort eraan. En ze moeten luisteren naar de inwoners. En ja, onveilige speeltuinen aanpakken. Ik noem maar even wat op. Openbare toiletten, dat is ook vooral voor de toeristen. Dat is niet zo mooi dat iemand hier loopt en die heeft een stoma, ik noem maar. En ze moeten, god, ik moet naar een toilet en er zijn geen toiletten. Nee. Dat is toch krankjorm. Dus sorry dat ik het zo zeg. Sociaal domein, klachten, dat zijn heel veel woonproblemen. Sluiten van een wijkcentra. De mensen moeten communicatief met elkaar gaan. Sociaal-economisch ook met elkaar om kunnen gaan. En dat zijn de belangrijkste punten. Ain't got no bounce in my shoe, ain't got no fancy to tickle, I ain't got nothing but the blue, ain't got no coffee that's perking, ain't got no winnings to lose, ain't got no dream that it's working, I ain't got nothing but the blues. You tried an old trick, you found a new chick, but I was too slick. I'm in the know, you got to go. The cake is old, though, now it's too bad. I've just had to miss out like this. I'm checking out, come boy. Nice to have known you, you were my big kick. Ik ben Hans Buitenweg, lijsttrekker van GroenLinks. Nou, wat we de afgelopen tijd hebben gemerkt is dat Almelo, vooral het college ook, alles met duurzaamheid en de hele energietransitie heeft laten liggen.
Daar is veel te weinig aan gebeurd. Dus de aankomende 4 jaar gaan wij daar volop inzetten. Dat er dus meer gebeurt met zonnepanelen, dat we windmolens gaan neerzetten. Dat we ons gaan richten op elektrisch rijden, veel meer dan in het verleden. Ook het wagenpark van de gemeente wordt elektrisch. Mijn naam is Albert Holteman. Ik sta op plek 3 van de lijst voor GroenLinks. Natuurlijk moet er de komende 4 jaar meer aandacht en tijd zijn voor mensen die zorg nodig hebben en dat niet kunnen betalen. Dan praat je ook over huishoudelijke hulp. Natuurlijk moet er meer aandacht zijn voor biodiversiteit. En natuurlijk moet er zeker geen megastal komen in het Noordgebied van Almelo, of waar dan ook in Almelo. Natuurlijk moet er een ontmoetingsplek zijn voor mensen in alle buurten, wijken in Almelo. Maar wat er vooral moet gebeuren de komende 4 jaar is dat de gemeenteraad weer een gerespecteerd orgaan wordt. Niet geteisterd door alle afsplitsingen die er de afgelopen 4 jaar zijn geweest. Van de PvdA die op alle mogelijke manieren uiteenvalt en naar de VVD overloopt enzovoorts enzovoorts. Maar er moet weer een gerespecteerd orgaan komen zodanig dat er in ieder geval niet de verleiding is dat mensen op de PVV gaan stemmen. Mijn naam is Alfer Ekiskuyu, nummer 2 op lijst van GroenLinks. Armoede zal gedaald zijn. De instanties die er invloed op hebben, zoals wijkteams, sociale verzekeringsbank, stadsbank, moeten efficiënter gaan werken. Dus de communicatie onderling moet beter, communicatie naar de burger toe moet duidelijker zijn. Wachttijden zijn nu 2 tot 3 maanden, dat moet korter. Deze mensen komen ook in aanmerking voor een persoonlijke lening, maar die rentepercentage is 10,9%. Dat moet terug naar 2,5% zoals ook in andere gemeentes. Daarnaast zijn we voor het invoeren van de basisinkomen. Dat betekent ongeacht wie je bent, kun je de huur betalen. En als derde punt, werkgelegenheid. We willen in de komende 4 jaar, wanneer er banen worden gecreëerd, de burger van Almelo meer betrekken daarbij. Goedemorgen, Harry en Mark. Goedemorgen. Van IJsbaan Almelo. Toch nog open gekregen? Ja, gelukkig, ja, gelukkig wel. Ja. Zag er misschien even niet uit, begin van de week, maar allemaal goed gekomen. Hoor niet. Dus we hebben het meeste sneeuw met mankracht, omdat we ongeveer 3,5 tot 4 centimeter ijs hadden. Dan kun je er alleen wel overheen lopen. We hebben het sneeuw er afgehaald. Ja, en dan op die manier kun je nog weer krijgen dat het ijs begint aan te groeien. Want ik moet 7,5 centimeter minimaal hebben, liefst 8 om het publiek erop te kunnen laten. Dat komt door de ondergrond? Nee, dat heeft niks met de ondergrond te maken. Dat heeft gewoon met de dikte van het ijs te maken. Hoort dat, hier zit ongeveer op het diepste punt 50 centimeter water op. Hier aan de zijkant 20 tot 30 centimeter. Ja, en dat ijs moet gewoon aangroeien. Maar van de week begon het te sneeuwen. En als je sneeuw erop krijgt, dat is net als een deken. Dat begint te isoleren en dan krijg je geen ijsaangroei meer. Dus daarom moet je zo snel mogelijk zien te proberen om de sneeuw eraf te krijgen. En de wind is nadelig. Je kunt het zien, er ligt nog een wak. Ja, een windwak, ja. Dus, daar is gebeurd omdat er een machine even doorgezakt is. Nee, en dan gaat die niet weer dicht. Zou je een half uur de wind weg hebben, dan vliegt die dicht. En dan is die over een paar uur, zit er ook 4 centimeter op. Over een paar uur? Ja, omdat het water zo koud is. En de stichting heeft natuurlijk het bestuur, waar ik dan een onderdeel van uitmaak. En een groot aantal vrijwilligers. En dus elk jaar weer even spannend bij elkaar te komen om de baan weer klaar te maken. Is dit een historie, is dit nog van de graaf? De grond is van de graaf, die wordt gepacht van de graaf. Ja, dat klopt. Ik heb een verhaal gehoord dat de graaf per se wou dat hier een schaatsbaan kwam. Klopt dat? Ja, dat klopt. Omdat de graaf vroeger de baan in de Gravenallee had. En hij wou het publiek uit de Gravenallee hebben. En daarom heeft hij meegewerkt toen de ijsbaan het oosten, wat aan de andere kant door de woningbouw opgeslokt werd, is deze fusie tot stand gekomen tussen de ijsbaan Twente en de ijsbaan het Oosten. En daar hebben we Stichting IJsbaan Almelo van gemaakt. En het is zo, het clubgebouw staat op de grond van de gemeente en de baan is op het grond van de graaf. Dus op die manier is dat ontstaan en daarom die medewerking. Maar nog steeds wordt een laag bedrag, denk ik aan. Wij kunnen onder ons mee leven in ieder geval. Dus we hoeven niet te bedelen om een lager bedrag? Nee, op dit moment niet. En als we dan 1 keer in de zoveel tijd ijs hebben, dan komt het allemaal goed.
ben nummer 2 op de kandidatenlijst van Almelo Centraal. Wat willen de inwoners, wat willen zij en op welke manier willen zij hun leefomgeving verbeteren? Er wordt nu te veel vanuit de bureau bekeken en te weinig gecontroleerd en gecheckt of wat men bedenkt ook passend is voor de doelgroep waar het voor bestemd is. Zo is dat ook met de begroting en met het perspectiefnota. Ook daarin moet je eerst kijken van wat willen we eigenlijk, wat willen de inwoners van Almelo. Elke wijk verdient zijn eigen wijkcentrum. En dat kan dus zijn dat er, zoals bijvoorbeeld in de Schelvorst, een wijkcentrum staat dat heel goed door eigen bewoners kan worden gerund. Nou, daar moet de gemeente vanaf blijven. Zijn er wijken waar helemaal geen wijkcentrum, waar geen behoefte is aan een wijkcentrum, dan doen we daar geen wijkcentrum. En daar waar wijken zijn waar wel een behoefte is, maar waar mensen moeite hebben om dat zelf te runnen, daar zal de gemeente dan extra voor moeten investeren. Een tweede wat wij vinden is dat het ophalen van papier is afgeschaft. En daardoor is er voor veel organisaties en clubs zijn er financiële middelen weggevallen. En wij vinden dat Almelo Centraal vindt dat dat papier weer terug moet en opgehaald moet worden door de organisatie, zodat zij zich beter kunnen bedrijven, omdat zij dan meer financiële aanslag krijgen. En ons derde punt is het groenonderhoud. Wij vinden dat in Almelo door de financiële perikelen er te veel bezuinigd is op het onderhoud. Daardoor zie je in de steden, in de straten het onkruid opgroeien. En dat is geen visitekaartje voor Almelo. Dus deugen, dienen en durven. Deugen om te zeggen van afspraak is afspraak. Wat we zeggen, dat doen we. En wat we doen, dat zeggen we. Dienen is de inwoners laten meepraten met datgene wat je wil. En en durven is ook dingen aan de kaak te stellen, vooral ook in de raadzaal, die niet kloppen. En daarom deugen, dienen en durven. Het gedicht Geit van Cornelius Onno Jellema werd op de muur geschilderd door de Almeloze kunstenaar Freddy Hoevers. Initiatiefnemers van het muurgedicht zijn Woningstichting Beter Wonen, de gemeente Almelo en de stichting Almelo Promotie. Opeens stond in het maanlicht naast de weg een witte geit die na een ogenblik van mij aankijken begon te kauwen onder een volle maan. En ik, terwijl ik naar haar stond te kijken, had niets te doen. Niets dan te denken, mooi, zo'n witte geit onder de volle maan. Zij werd mijn meerdere, zodoende met een minuut. Steeds meer dwong zij mij tot de keus of ook herkauwen en dus zinnig zijn of gaan bij volle maan. Woensdag 21 maart is het weer zover. De gemeenteraadsverkiezingen. Wist je dat Almelo 36 stembureaus heeft? Er zit er dus altijd eentje bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld hier, bij de ISPA. Het is belangrijk dat je gaat stemmen. Het gaat erover wat er gebeurt bij jou in de buurt. Kijk op almelo.nl/verkiezingen voor meer informatie. Ik ga stemmen woensdag 21 maart. Ik ook. Jij ook?
driving on this road, where to go now? I don't know where I go, I don't wanna find out. I've been driving on this road way too long now. I don't know where I go, I don't wanna find out. It's midnight and I am wide awake, still laying here with all my breath to take. A lot of cigarette to ease the thoughts inside my head. I've had the best of me, I live my life in agony. I've been driving on this road way too long now. Don't know where I go, I don't wanna find out. I've been driving on this road way too long now. Don't know where I go, I don't wanna find out. This is just the best I've had. And I've been wondering why I never gave it another try. Laying in my bed, I'm thinking of things I won't forget. But that is who I am and I'll never change into a boring man. I've been driving on this road way too long now. I don't know where I go, I don't wanna find out. I've been driving on this road way too long now. Don't know where I go, I don't wanna find out. For a time I've never lived in, all the things I never knew. I can't believe I'm missing and life looked bright in black and white. Rewind me back to you. Fancy free, skipping Aileen to meet you, I am charmed. Just chose to go you and life was slow. You would say, well, I'll be darned. Still, I can't stop reminiscing for a time I've never lived in. All the things I never knew, I can't believe I'm missing in life. The lights went out with everything. And now I'm playing in the dark. I can't see the goddamn dots on the guitar. I'm gonna make a mistake. Please turn on the lights, Mr. Lightman. Still, I can't stop reminiscing. This is for a time I've never lived in. At least I brought a goddamn lamp with me. That was a lot of light. Life was bright, black and white. Yeah. There's no time like the present, they say. So I prefer to live here in yesterday with my memories that I've never made. Oh, rewind me back to you. For a time I've never lived in, all the things I never knew. I can't believe I'm missing and life looked bright in black and white. Rewind me back to you. Life looked bright in black and white. Rewind me back to you. Complain, 'cause if you want
a rainbow, you must have the rain. Happiness comes double after a little pain. 'Cause if you want a rainbow, you must have the rain. What if your love affair should break up